Ik ben hier in Valtimo. Valtimo is een plekje in Finland. En ik ben hier vandaag aangekomen met Fleur, met mijn camper. En ik sta aan het water. Het is hier heel rustig. En ja, er liggen een paar bootjes langs het water. Het is ook, het is eigenlijk in een dorp, maar ja, dat is hier zo rustig. Heel af en toe komt er op de weg hierboven een keer een auto voorbij, maar ja, dat is alles. Dus het is echt een heel leuk plekje hier. Ja, hier sta ik dus. En je ziet, ik sta hier helemaal alleen. Daar is het water. Er is een beetje wind. De zon schijnt. Ja, het is warm. Het is 21 graden. En eigenlijk is dit een soort plek waar je ja, met bootjes in het water kunt. Er is geen zwemstrand of zo, maar je kunt hier wel in het water gaan. En dat is daar, zie je die steiger. Dan kan je de bootjes in het water laten en daarnaast kan je heel gemakkelijk in het water gaan. Maar het zijn wel keien op de grond, dus stenen. Dus als je hier in het water gaat, dan ja, moet je wel zoiets van die ja, zwemsloefjes of zwemsandalen hebben. Hier is dan die steiger ja, waar je kunt oplopen. En waar je dan hier in het midden eigenlijk gemakkelijk bootjes in het water kunt laten. Ik dacht dat je er hier ook in kon om te zwemmen, maar dat is dus tot waar het water komt is heel glad. En dat gaat nogal sterk naar beneden hier. Dus ik denk dat dat heel gevaarlijk is om er hier in te gaan om te zwemmen. Maar als je hier gaat, hiernaast, hier kan je wel in het water. Maar je ziet, dat zijn allemaal ja, stenen. En het gaat ook vrij snel diep, denk ik. Ik ben er niet in geweest, want daar is het wel te koud. Dit is een soort ja, overdekte plaats. Je kunt daar zitten. Denk ik. Nou, niet dat daar banken zijn of zo, maar ja, je kunt daar wel beschut uit de wind zitten. Dit is een barbecueplek, dus dat is vrij voor iedereen te gebruiken. En ja, ik zou aanraden van ja, breng je een eigen rooster mee, want die ziet er niet erg goed niet meer uit, maar je kunt het dus gewoon vrij gebruiken, barbecueken doen. En dan hiernaast heb je nog een klein kotje. En daarin ligt, als het goed is, brandhout. Ja, kijk, daar ligt brandhout. En dat mag je dan gewoon ook gratis gebruiken om jouw vuur te stoken.